allemaal, het is vandaag maandag en ik heb vandaag mijn eerste echte schooldag weer. Mijn haar wil niet echt lukken, dus daar ben ik soort van mee bezig nu. Maar ik had gisteravond bij Milan geslapen, daar ben ik net van thuis. Ik heb even snel gedoucht en alles. Ik heb deze trui aan van de H&M en ik ben echt verliefd op deze trui. Ik heb mijn zwarte flare aan, want we hebben vandaag weer praktijk, dus dat betekent dat we een zwarte broek aan moeten. En ik doe hierbij mijn sandras aan. En mijn nieuwe jasje van Naked, heb je die nou nog niet gezien? Die staat op mijn Instagram in mijn story, zeg maar. Ik heb mijn tas al ingepakt. Ik heb vandaag maar van 11:30 tot 14:30 les, dus dat is wel lekker chill. En ik ga jullie even meenemen naar beneden, want ik moet nog ontbijten. Want het was zo. Even. Het was zo dat... Oh, dat leeft. Het was zo dat ik zou bij Milan slapen, maar hij zou eigenlijk om 8:00, 8:15 moeten beginnen. Dus dan zou ik naar huis gaan, zodat ik thuis nog kon douchen en kon eten. Dus ik had geen spullen meegenomen, zeg maar geen schoolspullen. Maar toen waren opeens zijn eerste 2 uur uitgevallen en 3 uur had hij al een tussenuur. Dus hij begon pas het 4e. Maar ja, ik kon niet blijven liggen, want ik had geen spullen, dus ik moest wel naar huis. Goed verhaal. Oké, fles water. We gaan vandaag jongens een gezond beginnen. Maar er staat niet echt iets heel erg lekkers of zo. Oh, mijn broertje is je brood vergeten. Sam, als je dit ziet, je was je brood vergeten. Oh, misschien iets van een lekkere appel. Maar ik heb net mijn tanden gepoetst, dus dat is echt heel handig. Oké, ik neem wel een appel mee naar school. En ik ga wel alleen water drinken, want... Ik heb mijn tanden gepoetst en dat is niet lekker als je nu gaat eten. Oh. Ik ga zo meteen Char ophalen. Met scooter. En dan gaan we naar school. En deze week heb ik ook voor het eerst stage. Maar ik kijk eigenlijk best wel op tegen dit jaar. Want mijn rooster is best wel... Oh, ik ga het een beetje inzoomen. Mijn rooster is best wel ruk. Ik heb vandaag dan van 10:30... tot 14:30, dat is wel chill. Maar morgen heb ik van 8:30 tot 16:30. Woensdag heb ik van 8:30 tot 17:00. Donderdag van 12 tot 21:00 stage. En vrijdag van 21:00 tot 6:00. Dus dat is best wel druk, maar goed. Ja, Char en ik gaan nu dus... Ik weet niet of ik dit had verteld, maar we zijn klaar met school en we hebben net verf gehaald. Heel mooi. En we gaan nu Char de kamer verven, want ze is verplaatst van beneden naar zolder. En ik ga even laten zien wat voor teringzooi het nu is. Kijk, als je binnenkomt, zo. Kijk even wat voor zooi. Maar deze stoel staat mooi ook bij donkerblauw, want zeg maar die muur en deze muur wordt donkerblauw. Nee, die wordt wit. Deze wordt wit. Die wordt heel, heel, heel donkerblauw. En deze wordt ook wit. Ja, die wordt ook wit. En dan komt hier gewoon mijn bureau. En dat zien jullie uit het resultaat. Jullie zien het stap voor stap. Stapje voor stapje, beetje bij beetje. Maar kijk even wat voor tering. Dit gaan we nu allemaal op bed gooien. Ja, en dan... Gaan we dan beginnen met de blauwe muur? Ja, dan doen we mijn bed gewoon naar het midden toe. En dan komt het helemaal goed. Ja. Dus vind je het leuk om te kijken? Duimpje omhoog! Yay. Als je wilt zien is Charlotte de kamer afloopt. En belletje. Ja, we hebben heel de muur trouwens afgeplakt. Zie je overal dat gele lijntje? Nou, helemaal afgeplakt. Nu komt het moment van de waarheid. Oeh! Ah, oh, hij is echt vet mooi. Ja, is het niet te licht? Ja, nee. Is het niet dat die kleur? Nee, dit is echt veel lichter blauw. Dit is echt mooi. En vooral als je er 2 lagen van gaat doen. Niet alles erin doen, hè, gelijk. Zo, zo goed. Oh, maar ja, dat is zo bang. Dit is echt licht, Fleur. Nee, ik vind het mooi. Ja, dat te licht vindt. Echt? Ja. Nee, dat denk ik niet. Maar je hebt ook een rode ondergrond, hè? Ja, kun je met de tweede kleur worden zo. Ja, de man had eerst er ook even in moeten slaan. Rustig, misschien krijg je geen nieuwe vloer. Oké. Oké, ga jij terug? Eerst beginnen met dit gewoon, bij de randjes. Oké. Ja. Waar ga je het dan doen, bij het raam? Ja, of onder? Ja, onder. Oh my god. Jij moet het ook helpen. Ik ga het niet open. Ik word er zo zenuwachtig. Met deze? Ja. Oké. Okay. Hoe ga ik dit neerzetten? Is ook echt nog een zwarte outfit? Ja. Oké. Wacht. Oké, ga jij maar eerst. Ja. Oh,
En dan moet je het hier een beetje zo op doen, hè? Ja. Zodat het niet te dik wordt. Ik denk dat ik het mooi te dik vind. Ik denk dat ik het te licht vind, Fleur. Oh mijn god, ik haat mezelf. Vind je het echt te licht? Nee. Ik vind het niet te licht, hoor. Wel leuk dat je muur nu 3 kleuren heeft. Ik denk echt dat ik dit te licht vind. Kijk hoe licht het is. Maar er komt nog een tweede laag op, hè? Oh, mijn vader gaat me echt vermoorden. Als je dit te licht vindt? Ja. Nee, ik vind het mooi. Ik denk dat mijn moeder het ook te licht gaat vinden. Maar kijk, die pot, hoe donker. Oh. Nee, een stuk. Oké, wacht. Kijk, hier. Nee, maar ja, we zullen het zien, hè? Nee, maar er komt nog een tweede laag op, bij Char. Wacht, zal ik het daar sterren? Ja, het is sowieso donkerder dan die. Kijk maar. Zie je? Ja, oké. We moeten gewoon even... Oh nee, zo is het wel anders. Ja. Yeah. Kijk, want dan heb je hier kaatsing. Hij is wel echt mooier, sure. We gaan het er gewoon op smeren. Kijk maar, kom eens hier kijken op de camera. Oeh. Zie je daaronder hoe mooi die hier is? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, we gaan beginnen. Let's go. Ik ga hem uitzetten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en het is echt nog best wel vroeg. Het is namelijk 7:45 en ik heb echt nog een slaaphoofd ook. Maar ik ga zo meteen naar school toe, Char komt me ophalen. Ik moet vandaag van 9:30 tot 4:30 naar school, dus dat is helemaal top. Dit shirt wat ik aan heb is van G's Louise, broek van de Pieces en ik doe mijn grijze Clarks er weer aan. Ik denk dat jullie mij deze nog niet hebben zien dragen, maar omdat die... heel erg vies zijn, draag ik ze eigenlijk nooit. Maar vandaag miseert het toch een beetje. Dus ik dacht, nou, doe ik ze vandaag aan. Gisteravond, nadat ik had geverfd met Char, moest ik een beetje opschieten. Want we gingen eten. En daarna ging ik dansen weer, eindelijk. Met Jane en Liz en Romy. Dus dat was heel erg leuk. Volgende week moeten we weer. Elke maandagavond gaan we vanaf nu dansen. Dus dat was echt heel erg leuk. Ik ga even mijn tas inpakken. En alles bij elkaar zoeken. Nog even wat eten misschien. Want ik heb best wel nog wel honger. Ik heb nog niet ontbeten. Top. En dan ga ik naar school toe. Oh, ik haat mezelf. Char's scooter is uitgevallen. Ja. Top, nu mogen we gaan lopen dit hele stuk. En komen te laat voor school. Nou, naar mijn benzinestation. Want anders moesten we eerst nog 2 kilometer lopen voor mijn benzinestation. Ik heb nog een tijdje heet. Dat is niet oké. Ja, dat snap ik. Maar dit is al 3 keer gebeurd, dus Char denkt ook niet, laat het volgende keer gewoon tanken. Nee, die denkt, kom, nog een keertje. Die jas past bij je zadel trouwens. Char heeft een nieuwe jas, een kaart zit in haar nek. Ik ben vandaag helemaal in het licht. En ik helemaal in het donker. Normaal is het altijd andersom. Oké, doei. Oké, ik ben thuis uit school en ik zie nu weer dat mijn camera leeg is. Echt verschrikkelijk. Maar zoals jullie konden zien, was vanmorgen Char scooter leeg. Moesten we helemaal lopen naar het tankstation, waren we te laat op school, bla bla. Maar ik had echt een hele lange dag. Ik zat van 9:30 tot 5:30. Morgen van 9:30 tot 5:30. Dat was helemaal leuk, maar morgen heb ik praktijk. Dus misschien dat ik met mijn telefoon op school wat kan filmen. We hebben nu een nieuwe mentor. Dus misschien dat ik van haar wel mag filmen op school. Ik heb geen idee, want vorig jaar mocht het in ieder geval niet. Maar ik heb net ook gegeten en ik ga nu even omkleden. Want ik ga weer naar Char toe, want we gaan de muur voor de 2 keer verven. De blauwe muur een tweede laag en de witte muur een tweede laag. Of een derde laag, want wit heeft dan een tweede laag. Maar was natuurlijk rood. Dus dat schijnt heel erg door het wit heen. Dus op de witte muur gaat de derde laag. En op de blauwe muur gaat de tweede laag. Dus ik ga nu even omkleden. Camera is leeg. Ik neem hem wel... Nou, ik ga hem nu denk ik heel snel opladen. Misschien dat hij nog een paar procent heeft voor mijn shirt, maar ik weet niet zeker. En anders film ik wel met mijn telefoon. Top. Doei. Oh. Maar het zijn allemaal hele korte wat ik heb gedaan, hè? Oh, god. Dan heeft het helemaal geen special effect. Jawel, sommige zijn wel een beetje lang. Dit is zo'n heerlijk gevoel.
Tan, tan, tan. En sommige dingen kan je ook weghalen. Ja. Straks met nagellak remover. Of met je nagels. Een watstaafje of zo. Ja. Oh my god. Kijk, hier zo. Ik zie nog iets rood. Je ziet die dingen om. Waar is een beetje rood? Is zo kijk. Zie je? Oh ja. Oké, deze is echt kapot goed gepoetst. Oeh! Oh ja. Dit is echt lekker om te doen. Ja, mooi. Maar hier zie je het niet. Oh, ja. Jammer. We moeten weer die stoelen gaan verschuiven. Oh. Oké. Okay. Zitten we hier nog eentje? Ik ben nog aan het filmen, sir. Oeh, deze is mooi. Morgen allemaal, het is zo super dom, maar ik ben vergeten mijn camera op te laten. Zij is leeg. Ik moet even heel snel praten, anders valt hij uit. Ik ga zo meteen op de oplader doen als ik naar school ga. Ik moet namelijk tot 5 uur naar school. Deze trui heb ik aan van Naked met zo'n... Ja, je ziet het niet, maar mijn rug is open. Misschien dat je het zo ziet. Zo. En kettingtjes heb ik om. Staat in de beschrijving waar ze van komen. Dus niet vragen. 500 keer gezegd al. Vorige video heb ik een meest beantwoorde vraagvideo gemaakt. Zodat de vragen niet meer kwamen. En de reacties stonden vol met vragen die ik dus al had beantwoord. Wat best wel een beetje irritant vind. Want ik vertel het gewoon in die video. Alles. Ik heb verteld hoe lang ik ben, hoe oud ik ben, waar mijn sieraden van komen, waar mijn flair van komt. En nog steeds in de reacties van die video, waar komt je flair van? Hoe lang ben je? Waar komen je kettingjes van? Dit, dat, zus. Terwijl ik denk, ik heb het in deze video verteld, dus kijk het eerst af voordat je gaat vragen. Maar goed. Mijn koffer heb ik weer ingepakt. Als ik thuis ben, zou ik even laten zien wat er allemaal in heeft gezeten. Maar daar heb ik nu dus geen tijd voor. Ik lijk echt net ziek of zo. Ik zie er heel wit uit. Maar oké. Ik ga lekker naar school toe. Oké, ik ben thuis uit school. En ik was vanmorgen zo chagrijnig. Dus ik heb niks op school gefilmd. Want Char en ik gingen hier om 8 uur weg. En om 7:50 begon de hel los in de lucht. Ik weet niet wat er gebeurde, maar regen, regen. Dat was niet normaal. Ik kwam helemaal bezopen aan op school. Ik kon mijn broek wel uitknijpen. Ik kon mijn jas uitknijpen. De tas was helemaal doorweekt. Dus... mijn laptophoes, die is nog steeds een beetje vochtig, was helemaal nat. Al mijn boeken en al mijn papieren, schrift waren helemaal nat. Mijn Marshall-planner is helemaal naar galamise. Kijk hoe lelijk die is geworden. Allemaal van die natte vlekken. En ik heb hem echt letterlijk pas 2 keer gebruikt. Ik vind het echt vet zonde. En nou, ik was gewoon zo zachtgrijnig. En ook mijn broek. We waren om 8:50 op school. We gingen even ergens schuilen, maar het werd maar niet minder. Maar we moesten gewoon naar school toe. Dus we waren 8:50 of zoiets op school. En rond 4 uur of zo was mijn broek pas droog. Dat was echt niet normaal. Nou, ik vond het echt, echt niet leuk gewoon. Dus ik heb er niks gefilmd. Ik ga even mijn koffer uitpakken. Maar ik dacht, ik zal gelijk even laten zien wat erin zat. Mijn gordijn gaat ook nog omhoog. Maar het is echt al 6:30 of zo. Want ik zit op vrijdag of op woensdag. Ik zit op vrijdag tot 9 uur of tot 9. Tot 5 uur op school. Morgen heb ik mijn eerste stage dag van 12 tot 9. En ik heb er op zich wel erg veel zin in. Omdat ik wel zin heb in een nieuwe stage. Vorig jaar liep ik natuurlijk stage bij Douglas. Want ik doe namelijk de opleiding Allround Schoonheidsspecialist. Dus in mijn 2e jaar nu. Vorig jaar liep ik stage bij Douglas. Elke vrijdag. Nu moet ik elke donderdag van 12 tot 9. Stage lopen in de salon in Den Haag. En elke vrijdag van 9 tot 6. Maar ik vind het heel leuk dat ik een nieuwe stage ga beginnen. Omdat ik er, zeg maar, we gaan echt in de salon. Dus we gaan echt dingen gaan doen en we gaan dingen leren. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe ik van 12 tot 9 ga ervaren. Omdat ik ben gewoon echt, zeg maar, heel erg van... ik wil later ook heel erg graag mijn eigen baas worden. Ik wil... later niet gecommandeerd worden. Ik wil later gewoon... als ik wil eten, wil ik eten. Als ik even op mijn telefoon wil ik even op mijn telefoon. Als ik wil bellen, wil ik bellen. Maar nu kan dat natuurlijk niet. Ik ben gewoon van 12 tot 9... ben ik gewoon aan het werk voor iemand. En ik heb natuurlijk wel pauze, maar... en bij Douglas vond ik het aan het einde best wel zwaar worden. Ik vond het wel steeds wat minder leuk worden, zeg maar.
Het was wel heel erg leuk en gezellig, maar op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee als in de toelatswerken niet jouw ding is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Maar daar zal ik morgen meer over vertellen. Ik ga nu even mijn koffer uitpakken. Ik ga even laten zien wat erin zit. En dan ga ik mijn bed veranderen. Ik wilde eigenlijk een apart video over maken. Over hoe ik mijn kastje ging verven, hoe ik mijn kamer ging veranderen, bla bla bla. Maar ik ben niet heel erg tevreden over die video geworden. Dus nadat ik mijn bed heb verschoven, zal ik ook even de beelden erin plakken van dat ik het kastje ben gaan verven en zo. Want ik heb die beelden natuurlijk wel aan het zonder er niks mee te doen. Dus die plak ik er dan achteraan. Maar dat jullie wel gewoon kunnen zien hoe het is gegaan allemaal. Maar het was gewoon niet leuk genoeg voor een aparte video. Er komen deze maand wel echt hele leuke video's aan. Althans, ik heb 2 hele leuke video's in mijn hoofd. Die er ook gaan komen. Dus 1 ga ik aanstaande zondag alvast filmen. Dus daar ben ik echt heel erg excited over. Misschien ga ik ze wel alvast alle 2 filmen. Dat kan ook. Maar ik ga nu even mijn koffer uitpakken. We zijn nu dus bezig met het onderdeel hand en voet. Dus wat we daarvoor nodig hebben is een hoeslaken voor om onze stoelen heen. En gewoon handdoeken. Maar dat is niet heel boeiend, denk ik. En wat hier dan verder in zit is een handpadje. Alcohol om te desinfecteren. Nagellak remover. Crème. Ja, dit is een prullenbak. En hier de deksel met een maffe handdoek. Die moet even in de was, maar prullenbakje. Voor voetenbadjes van dat zout. Hier zit normaal allemaal wat staafjes en wat schijfjes in, maar die is bijna leeg. En hier heb ik een toilettasje met allemaal extra dingetjes, zoals een vel. Een nagelschaartje, een spatel, glasvel, teenknipper, nagelriemolie, gewoon dat soort dingen. En mijn koffer, ik zal die even aan de kant zetten. En mijn koffer is van Suit Suit. Suit Suit. En het is de lichtblauw en het is de kleinste maat. En deze vind ik echt heel erg chill voor school. Dus deze. Oké, ik heb mijn bed dus op een andere plek gezet. Omdat ik anders geen ruimte had om dit kastje ergens anders neer te zetten. Ja, graag. 2 alsjeblieft. Ik weet niet of ik dit per se leuker vind. Nee? Oké. Ik weet niet of ik dit per se leuker vind. Maar het past in ieder geval wel nu. Ik vind het zo jammer dat dit nu hier hangt en niet daar en die niet hier hangt. Maar goed, dit moet ik ook nog even goed doen. Maar ik moet gewoon misschien even mijn bed opmaken dat er dan wat anders uitziet. Of deze gewoon hierachter zo hangen. Ja, dit is al wat beter. Maar ik moet gewoon even die klampen even goed verdelen ook. En even mijn kamer opruimen. En ik weet nu ook niet wat ik met dit tafeltje ga doen. Geen idee. Maar goed, ik ga nu even alles opruimen. Want het is nu echt een hele erg bende. Omdat ik ook alles op mijn bed zo heb gegooid en gedaan. En ja. Oké, nu is het soort van opruimen nog steeds niet helemaal. Want die klamboe hangt nog niet helemaal naar mijn zin. Maar goed, ik heb hier nu dat kastje dus staan. Deze kaarsjes van de Action. Mijn MacBook, mijn kussentjes. Al mijn kussentjes zijn van de IKEA. Behalve hierachter deze van de Hema. Inhoud is van Sofana. Hier is gewoon de kussensloop en de inhoud van IKEA. En deze komt helemaal van de Primark. Dit kastje om je laptop op te zetten is ook van de IKEA. Spiegel, IKEA heel oud. Mijn koffer staat daar. Staat hier dit kastje. Maar dit is ook nog niet helemaal hoe ik het wil. Dat moet weg. Die boeken die daar zijn moeten weg. Dit wil ik opruimen. Dat staat, de bovenste plank vind ik wel leuk. Dit moet ik nog weggooien. Hier weet ik nog niet wat ik mee ga doen. En dit komt van de week in een video. Dus dat is het voor nu. Ik ga vanavond naar Mewtwo wel iets later dan normaal. Want hij heeft voetbalwedstrijd met de eetjes. Want daar is hij een soort van hulp bij of zoiets. Ik weet niet precies. Maar daar moet hij bij zijn bij de eetjes. Bij de voetbal. Super schattig met die kleine kindjes. Maar daar ga ik dus vanavond naartoe. Ik ga nu wat te eten maken. En ik zal nu even de beelden laten zien waarin ik dit kastje ga verven.
I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. En ik heb vandaag mijn eerste stagedag. Ik heb net rijles gehad. Ging best wel goed. Oh, mijn ogen. En ik ga zo meteen naar stage. Ik doe even dit luchtje op. Deze is van Marc Jacobs. De Daisy Dream. Deze is ook echt bloedje lekker. En ik heb dit topje aan van de Zara. Want ik heb vandaag dus mijn eerste stagedag. Dus ik weet ook nog niet echt precies wat de bedoeling is qua kleding. Wel helemaal het zwart, dat weet ik wel. Maar niet of een jasje krijgen of iets. Maar ik ga even met deze roller even over mijn kleren heen. Want er zitten allemaal pluisjes aan. Dit topje van de Zara plakt dus heel erg. Even een nieuw blaadje pakken. Ik moet vandaag dus tot 9 uur samen met Char. Dus dat vind ik wel fijn dat ik met haar samen mag. Want Keer is daar nu dus al. Dus ja. Maar morgen heb ik dus ook weer stage. Dus ik weet natuurlijk niet hoe de vlogs van donderdag en vrijdag gaan worden. Omdat ik gewoon heel de dag stage loop. En niet denk dat ik er echt kan filmen. Ja, op vrijdagavond natuurlijk wel. Want ik loop op vrijdag maar tot 6 stage. Maar op donderdag denk ik dat de vlogs niet heel boeiend gaan worden. Maar laten we ook van wel. We moeten daar ook avondeten. Maar we hebben echt geen idee hoe dat werkt. Dus ik neem gewoon fruit mee. In zo'n bakje, weet je, wat je bij de Albert Heijn kan kopen. En weer broodjes en... Ja, nog even wat extra dingetjes. Want alleen op 2 broodjes en een bakje fruit ga ik het denk ik niet overleven. Ik hoop dat we vandaag heel erg veel uitleg krijgen. Zodat we nog even een beetje rustig aan kunnen doen. Een beetje kunnen kijken hoe alles is en zo. En had ik jullie gisteren mijn kamer al laten zien hoe ik hem had vernieuwd. Ik vind het nu wel ietsjes leuk. Alleen ik vind het gewoon jammer dat dit zeg maar dan die niet daar hangt en dat niet daar. Maar goed. En ik ga even laten zien wat ik in mijn laadjes heb gedaan van mijn kastje. In mijn bovenste laadje zit nog niks. In mijn onderste laadje zit hier een bakje met mijn laptop oplader, camera oplader, powerbank. En een extra geheugenkaartje. Of wat is dit? Nee, extra batterijgrapje. En daarachter nog posters van Decennio. En in deze la heb ik mijn mooie riemen. Mooie ding gedaan. Hier zit namelijk mijn Gucci riem in. Met die dustpack eromheen. En de bon van de Gucci riem. En de bon van mijn Alexander McQueen schoenen. Dus die heb ik daarin gedaan. Want ik dacht dat was wel leuk. En ik vind dit echt heel erg leuk. Oh, en ik heb dit bakje neergezet. Die heb ik toen... Een bakje kreeg ik bij een armbandje die ik van mijn broertje had gekregen. En hier heb ik mijn ringetjes in gedaan. En hier... De pil. Want ik heb even al mijn sieraden afgedaan. Althans, mijn oorbellen heb ik ingehouden. En het kettingje van Miu heb ik ook omgehouden. Maar die doe ik stiekem onder mijn shirtje. Maar ik denk dus dat we daar geen sieraden om mogen. Dus ik heb mijn ringen afgedaan. Armbanden afgedaan. Dus dat. Want ik weet natuurlijk niet of we daar sieraden om mogen. Maar ik ga ervan uit van niet als je iemand aan het behandelen bent. Op school mag dat ook niet. Oh, en trouwens. Doe ik mijn Superga's aan. Maar ik moet ze even schoonmaken. Want ze zijn echt best wel vies. Dus die ga ik even schoonmaken. Maar je moet soorten schoenen aan. Ik mag geen Sandra's aan, want dat maakt geluid. Dus ik moet wel deze aan. En ik ben echt weer lekker veel aan het branden. Ik ga even... Oh. Ik neem ook even een trui mee. Die van Get Off My Back. Omdat... Ja, we lopen dus tot 9 stage. En ik denk dat het in de avond best wel wat kouder kan zijn. Dus vandaar. En ik ga nu even naar beneden even wat eten maken. Want ik heb het ook nog niet ontbeten. Even kijken... Deze broodjes neem ik mee naar stage en dit is fruit. En die bakjes fruit van de Albert Heijn zijn altijd zo lekker. En ze hebben nu in de aanbieding, super chill. Dus mijn moeder had vanmorgen gehaald. Lekker bakje fruit. Dus die. Maar wat ga ik nu eten? Sowieso even een
yoghurtje. Oh, ik weet echt niet. Oh, ik heb helemaal geen zin om iets te maken. Ik weet niet wat ik ga eten. Ah, hier ligt snoep, grapje, dat ga ik niet eten. Kijk eens wat in de kast ligt. Ja, Krusli. Zal ik een beetje Krusli nemen? Ja, dat ga ik nemen. Zo, ik ga een aardbeienyoghurtje nemen en wat Krusli. Helemaal top. Maar volgens mij heb ik dat al verteld, want ik heb op stage ook een beetje gevlogd. Ik had gisteren stage en vandaag, mijn eerste 2 dagen, het was echt ontzettend leuk. Het was echt heel erg leuk, het is echt een heel leuk stage. Maar ik ben wel echt kapot. Gisteren van 12 tot 9, vandaag van 9 tot 6, maar ik ben wel echt kapot. Dus ik heb even lekker bij de Valetaria patat en een frikandel gehaald. Ik heb even lekker heel slecht cola gepakt. En ik ga nu even lekker in bed liggen. Expeditie Robinson kijken en dit lekker opeten. Daar is ook even mijn winterjas aan jullie laten zien. Mijn nieuwe winterjas. Dat had ik namelijk verteld. En ik had een nieuw blouse van de Zara besteld. Die kan ik wel gelijk even laten zien. Dat is deze. Gewoon een heel simpel wit blouse. En dan van die mooie details op de kraagjes, op de mouwtjes en op de armen. Dit is de code. Zeg maar, als je deze code intypt bij Zara zoekmachine. Waar is die nou? Oh, daar. Ik ga het even laten zien. Als je deze code, dit artikelnummer, dat 8741233251. Als je dat intypt, dan krijg je hem dus. We zetten hem even op pauze en... Ja, dan kan je hem opzoeken. Ik ga nu even mijn eten opeten. Ik zal een klein stukje van mijn jas laten zien. Je ziet het niet echt. Dit is de kleur. Straks ga ik de rest laten zien. Ik ga nu eerst even lekker eten. En ik ga vanavond uit samen met Char. Morgen komt Milan hier slapen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in, want ik mis hem. Dus top. Oké, ik ben klaar met eten. En ik ben toch nog goede tijd aan het kijken in plaats van expeditie. Want ik wil ook graag goede tijd kijken. Ik ga even mijn winterjas laten zien. Ik heb hem bij deze winkel besteld. En ik heb het zelf besteld. Niks gekregen, gewoon zelf besteld. Deze winkel. En het is een grote doos omdat... Oh, sorry hoor. Ik had 2 jassen besteld. Want ik wist niet precies welke maat ik nodig had. Dus ik heb een XXS en een XS besteld. Ik heb ze even in mijn kast gehangen, zodat ze dan mooi blijven. Zodat ik er gewoon eentje terug kan sturen. Ik ga trouwens de XS houden. En ik zal zo meteen ook even laten zien waarom. Ik heb een nieuwe parajumper. En vorig jaar had ik deze ook al van de kinderafdeling in het wit. Maar die heb ik dus 2 weken geleden verkocht. En ik heb nu eentje van de damesafdeling, van de vrouwenafdeling, gewoon in het legergroen. En ik vind het echt een bloedmooie kleur. En dit is dus de XS. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Het is wel heel zacht. Ik weet niet of dit echt per se echtbond is. Volgens mij wel. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Ik heb daar ook mijn eigen mening over. En ik hoef daar geen reacties verder op. Want dan verwijder ik ze gewoon lekker. Iedereen heeft zijn eigen mening over. Netbond, echtbond, echtleer, nepleer. Iedereen heeft daar zijn eigen ding over. En ja. Maar het is een lang model. En hij heeft hier zo'n haak. Ja, een beetje voor de sier. Maar oké, goed. Ja. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Ik ga hem even aantrekken. Dan kunnen jullie het ook zien. Wat je erbij krijgt trouwens als je op deze site bestelt is natuurlijk de jas. Maar je krijgt ook een hanger die erbij hoort. Even kijken hoor. Een tas en een boekje. Oké, dit is de jas en hij zit zo lekker. Maar ik had deze natuurlijk al vorig jaar maar van de kinderafdeling. Dus ik wist in principe wel hoe die stond. Ik ga even mijn gordijn omhoog doen. Oh.
Zo even mijn gordijn omhoog doen. Dan kan ik het even laten zien in de spiegel. In de lange spiegel. Want nu is het een beetje donker. Oké. Dit is de jas. Hij komt ongeveer bij mij net boven mijn knieën. Ik vind het gewoon een goede lengte. Ik wilde eerst heel graag een kort model. Maar voor de scooter is een lange jas gewoon echt heel erg lekker. Lekker een grote capuchon. Hij is echt mega. Maar dit is zo lekker voor op de scooter, jongens. Oh my god, als het dan regent, dan... Oh, love it. En ik vind deze kleur gewoon zo mooi. Echt zo mooi. En ja, hij heeft hier twee zakken. Er zitten ook extra knoopjes bij. Maar ik bewaar dit allemaal ook gewoon. Want stel dat ik over 3 jaar of zo, weet ik veel over hoe lang, deze jas weer verder wil verkopen, dan kan dat gewoon. Huh? Oh, ik dacht even dat het een... hoe noem je dat? Nou, hoe noem je dat? Klittenband of zo. Goedemorgen, klittenband. Maar deze vind ik dus echt heel erg leuk. Maar dit is dus een XS. En bij deze, als ik gewoon zo doe... Ik heb nu een heel dun truitje aan. Hè? Dus in de winter moet je nog even realiseren dat er nog een dikke trui onder komt. Ik kan gewoon heel makkelijk zo doen, zo. Hij kan ook gewoon heel makkelijk dicht. Zal ik het ook wel even laten zien. Kijk, hij kan gewoon goed dicht. Sluit gewoon mooi aan. Je kan hem hieronder ook nog met knoopjes dichtmaken als je wilt. Of de zijkant openritsen. En er past nog gewoon... Kijk, hij is wel een beetje aan de grote kant hier. Maar er past nog gewoon een trui onder. Lekker dik vest. En bij mijn armen zit hij gewoon goed. En ik ga nu even de XS aantrekken. Want dan kunnen jullie ook het verschil daarmee zien. Even mijn klepje uit. Hallo, ja. Maar ik denk dus dat ik de XS ga houden. Ik moet nog even met mijn moeder kijken welke zij het beter vindt zitten. Natuurlijk. Want het zijn best wel dure jassen. Ik ga niet de prijs zeggen, want ik vind dat een beetje overdreven. Je moet maar gewoon even op internet opzoeken. Parajumper Long. Dit model heet Long Bear. Dus lange beer. En de XXS is precies hetzelfde natuurlijk. Maar gewoon een stukje kleiner. En je ziet misschien al dat als ik mijn arm omhoog wil doen, dat het hier heel erg gaat trekken. En hierachter ook. En ik heb dan nu nog niet eens een dikke trui aan. Dus mijn moeder was gewoon ook bang dat deze, als ik dan wel een dikke trui... Oh, die capuchon zit echt kapot dicht langs mijn nek. Oh, die dingetjes moeten nog even... Nou, dat maakt niet uit. Maar deze is gewoon te strak. Als ik dan 5 keer zo heb gedaan met een dikke trui eronder, dan gaat hij gewoon kapot. En dat is natuurlijk gewoon zonde voor zo'n jas. Ik weet eigenlijk, ik heb deze nog helemaal niet dicht gedaan. Hè? Even kijken. Ja, kijk, als die dicht zit... Oh. Ja. Als hij dicht zit, zit deze misschien mooier, omdat hij niet zo wijd is. Maar bij de armen zit die ander gewoon mooier. Dus ik ga gewoon die ander ding houden. Nog even met mijn moeder kijken, even de knoopjes los hoor. Want anders zit die capuchon zo in je gezicht. Waarom? Oh, deze wilde ik niet los. Maar ik denk dus dat het de XS wordt. En niet de XXS. Dus ik ben hier echt onwijs blij mee. En ik vind het kurkje gewoon zo leuk. Ik weet niet. Eerst had ik dan... Oh, jeetje. Ik ga hem even uitlopen hoor. En even tegelijkertijd tegen jullie praten. Eerst had ik vorig jaar en het jaar daarvoor... Dus dezelfde, maar dan van de kinderafdeling. Tipje, die is gewoon veel goedkoper. En die paste ik gewoon. Maar dan in het wit. Maar een wit jas is gewoon denk ik niet echt voor mij bestemd. Want hij wordt gewoon echt heel erg vies en... Ja, we hebben hem uiteindelijk door de stomerij wel schoon gekregen en daardoor nog mooi kunnen verkopen. Maar een witte jas is gewoon niet voor mij bestemd, ben ik achtergekomen. En dat is niet erg, maar daar leer ik van. Dus ja. Maar goed, vandaar dat ik deze kleur nu echt onwijs mooi vond en helemaal geweldig vind. Dus dit is mijn nieuwe winterjas en ik ben er echt ontzettend blij mee. Nu ga ik lekker in bed liggen.
Goede tijden afkijken en expeditie. En dan straks komt Char naar mij of ga ik naar Char en dan film ik wel weer lekker verder. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Sorry dat ik vrijdagavond met Char niet meer heb gefilmd. En gisteren heb ik ook niks gefilmd. Maar ik was gewoon zo moe en ik heb gisteren gewerkt. Ik was echt kapot gewoon. Het is vandaag dus zondag en ik was mijn video aan het bewerken. En toen bedacht ik me, ik heb vandaag helemaal nog niks gefilmd. Dus ik wilde eigenlijk bij deze gelijk even de weekvlog afsluiten. Mijn haar heb ik gekruld. Of hoe heet dat? Mijn eigen krullen zijn niet. Maar ik heb het zeg maar zo gedaan. Dat ik maar een keertje los heb. En een knotje op mijn hoofd. Ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Maar goed. Ik vind nu wel even prima zo. Ik ga zo meteen naar mijn opa toe. Miu was hier gisteravond blijven slapen. Dus het was heel gezellig. Maar hij moest werken. Dus ik heb hem daarna weer naartoe gebracht. En ik ga hem straks ook weer ophalen. Dus dat. Ik ga bij deze video afsluiten. Ik wilde weer zeggen dat aankomende donderdag geen extra video online komt. Die week daarna weer wel, omdat ik heb volgende week mijn autotheorie. En ik wil daar gewoon even goed voor leren en zo. Ik heb best wel druk met school en stage. Dus aankomende donderdag komt geen extra video online. Maar daarna komen er als het goed is heel veel leuke. Dus ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En tot volgende week. Doei doei!